Goedenavond en welkom bij een gezamenlijke uitzending van Nova en Den Haag vandaag. Ja, daar waren ze dan, Maxima en Willem-Alexander. En ze waren er niet alleen, ze spraken ook met de pers en ze mengden zich onder het volk. En Maxima nam publiekelijk afstand van het verleden van haar vader, hun verlovingsdag. Misschien overschaduwd door de politieke discussie over haar vader, maar toch hun dag. En politieke discussie, dat hoort bij een oranje huwelijk. Anders dan in het verleden had de politiek, premier Kok, ditmaal de teugels stevig in handen. Vanwege zijn omstreden rol als minister in de militaire regering in Argentinië zal de vader van Maxima, Jorge Zorreguieta, niet bij het huwelijk in ons land aanwezig zijn. Straks reacties daarop, ook meer over het onderzoek dat de regering heeft laten doen naar het verleden van Maxima's vader. Maar nu eerst de beelden en de unieke gebeurtenissen op Paleis Noordeinde. Noordeinde nummer 66 vanavond om 8 uur. Het woonhuis van prins Willem-Alexander. Het is het laatste beeld van het echtpaar in spe. Oog in oog met het enthousiaste volk. In het hofkwartier, de wijk rondom Paleis Noordeinde, komt de oranjeliefde rond het middaguur tot bloei. Winkels passen hun etalages aan en de eerste hoedjes verschijnen in de straten. We gaan uiteraard om 6 uur staan we bij dat hek en dan hopen we dat ze naar buiten komen. Om 6 uur al? Ja, natuurlijk. En wat is jullie gevoel dan erbij vandaag? Ja, natuurlijk hartstikke leuk dat ze eindelijk mogen verloven. Ja, en u? Ja, ik sluit me daar helemaal bij aan. Dus het heeft lang geduurd en spannend. Dus we wachten met grote spanning wachten we af. Wat denken jullie van het hele gedoe rondom die vader van haar die zo'n rol speelt? Hè? Grote onzin. Waarom? Zij heeft er toch niet voor gekozen wat haar vader gedaan heeft of doet. En ja, ik neem aan dat nogmaals als twee mensen van elkaar houden, dat geen invloed mag hebben op een huwelijk, ja of nee? Vindt u het niet leuk dat kookboek? Dus ze hebben er snel op ingespeeld, hè, deze winkel? Geweldig, ja. Ja? Ze woont natuurlijk ook naast het paleis. Ja, ze... Ik ben meer met de Monteclaus weer bezig. Ja? Ja. Ik heb toevallig vandaag een dagje vrij, maar ik werk bij LTO in het crisiscentrum. Dus daarom is dit wel even heel erg leuk, even iets anders. Ja, dus... dat is wel andere koek. Dat is andere koek, ja. Er wordt nu alweer over gebeld waarschijnlijk. Dit is de catering die ik moet regelen voor de mensen in het crisisteam. Ik ben het er niet mee eens. Waar niet mee eens? Met het Koningshuis. Waarom niet? Nou, dat al jaren niet. Mensen lekker in een villetje in Baren laten zitten en dan verder geen toestanden. Ook geen politieke toestanden met die Zuid-Amerikaan erbij. Eindelijk eens een keer Alexander aan een vrouw. Dat lijkt me wel leuk voor, want ik kom hier wel eens wat tegen in de stad. Ja, het moet eens een keer gebeuren. Ja. We hebben nog een beetje van die kroonprinsjes nodig, reserve en zo. Dus het mag ook wel meisjes zijn. Maar dat lijkt me wel leuk. Op het dak van het paleis wordt de situatie bekeken door veiligheidspersoneel van de Haagse politie. Rond 5 uur arriveert koningin Beatrix met prins Klaus aan de achterzijde van het paleis Noordeinde. Om 6 uur zal zij het land toespreken. In café het Koningshuis, op een steenworp afstand van het paleis, wordt de verklaring van de koningin op een groot scherm bekeken. Het is voor mijn man en mij een grote vreugde u de verloving aan te kondigen van onze zoon Willem-Alexander met Maxima Zorreguieta. We zijn als ouders bijzonder gelukkig met hun besluit hun leven verder met elkaar te delen. Wij hebben Maxima leren kennen als een intelligente, moderne vrouw. Moedig en trouw aan allen die haar dierbaar zijn. Ze heeft voor de moeilijke keus gestaan zich aan te passen aan de bijzondere levensopdracht van onze oudste zoon. Samen hebben Alexander en Maxima ervaren dat die opdracht soms grote offers vraagt, waartegen hun liefde bestand moet zijn. Ze zijn er zich van bewust dat veel mensen in ons land begrijpelijke aarzelingen voelen over hun liefde. Die gevoelens hebben zij zorgvuldig meegewogen bij het nemen van hun beslissing.
Nu de verloving bekend is gemaakt, wil ik u allen vragen Maxima rust en tijd te gunnen, ons land beter te leren kennen en zich in onze samenleving te verdiepen. Ze moet de kans krijgen zich hier thuis te gaan voelen en zo spoedig mogelijk Nederlandse te worden. Mijn man en ik hebben er het volste vertrouwen in dat Alexandra en Maxima elkaar zullen aanvullen en steunen in de taak die voor hen ligt. We verheugen ons in hun geluk. Vader. Deze dag is een van bijzondere betekenis. Er wordt dan ook van hem verwacht dat hij iets zegt. Voor mij, als ik bij deze gelegenheid terugkijk op de verloving en de verlovingstijd van mijn vrouw en mij, komt mij in de herinnering terug wat ik toen heb gehoord en wat ik nu ook Maxima kan aanbevelen. Leer zo snel mogelijk Nederlands. Dat heeft ze gedaan en ze heeft het op een manier gedaan die niet te vergelijken is met het gestumper wat ik toen heb gepresteerd. Een vraag nog die heel moeilijk te beantwoorden is en die mij herhaaldelijk gesteld werd, is hoe voelt het Nederlander te zijn of Nederlandse te zijn? Mijn antwoord is, ik weet niet hoe het is Nederlander of Nederlandse te zijn. Ik heb verschillende loyaliteiten. En ik ben wereldburger en Europeaan en Nederlander. Dat komt dan ook nog. Ik ben zo blij om met Alexander eindelijk in het openbaar te kunnen verschijnen. Ik wil eerst die ouders van Alexander bedanken voor hun fantastische steun. Het was heel belangrijk voor mij. En ik ben heel gelukkig. Ja, ook ik ben gelukkig dat ik eindelijk niet meer mijn liefde voor Maxima onder stoelen en banken hoef te steken. En naast mijn ouders wil ik ook de rest van mijn familie heel hartelijk bedanken. En de vrienden die het Maxima hier zo thuis hebben gemaakt dat ze ook wil blijven bij mij. Maar gelukkig hebben we zeer binnenkort de kans om nader kennis te maken met Maxima. Dankjewel. Papa. De omstandigheid dat een emotionele discussie over de aanwezigheid van de vader bij het huwelijk tot grote tegenstellingen in onze samenleving zou kunnen leiden, was het centrale gespreksthema. Die omstandigheid zou een zware belasting leggen op de entree van Maxima in de Nederlandse samenleving en daarmee op het draagvlak voor haar toekomstige rol en positie. De heer Zorrigheta gaf er blijk van zich bewust te zijn van de situatie en is op basis van het onderzoeksrapport en de gesprekken, alles overwegende, tot het inzicht gekomen dat het beter is om bij de huwelijksplechtigheden niet aanwezig te zijn. In zijn schriftelijke verklaring heeft hij dit vastgelegd. De regering respecteert dit besluit. Dat getuigt van begrip voor in Nederland levende gevoelens en opvattingen. Wat vindt u ervan dat de vader van Maxima er uiteindelijk niet bij zal zijn? Goed.
stelt de gemoederen, denk ik. En dat geeft meer vrijheden voor het feestelijk gedruis wat los moet barsten. De problematiek rondom Zorreguieta heeft natuurlijk de nodige spanning in de samenleving opgeroepen. En ik denk dat ze op deze manier een hele nette uitweg hebben gevonden om dat op een hele goede manier op te lossen. Gewoon als persoon, en dat moeten we ook doen, we moeten haar als zelfstandig persoon beoordelen. Zeg ik van Maxima, je bent mijn koningin. Willem-Alexander, je bent mijn toekomstige koning. Dan zou ik nu graag om te beginnen het woord het eerst willen geven aan zijn koninklijke hoogheid, de prins van Oranje. Hierbij stel ik u allen vol trots mijn lieve verloofde Maxima voor. U zult begrijpen dat dit ook voor ons een redelijk emotioneel en heel mooi moment is. Dus we hebben, om zeker van te zijn dat we alles zeggen, toch besloten het even op papier te zetten en een korte verklaring voor te lezen van papier. Het zijn onze eigen gevoelens. En ze liggen hier nu voor mij op tafel. Na bijna 2 jaar intensieve voorbereiding en kennismaking heb ik 19 januari Maxima gevraagd of zij de rest van haar leven met mij zou willen delen. Een vraag die gelukkig vrijwel meteen en volmondig met ja werd beantwoord. Met zo'n beslissing ga je niet over 1 nacht ijs. En zeker niet als je met zo'n beslissing iemand vraagt een groot deel van haar vrije, zelfstandige leven op te geven. Ik heb me dan ook vele malen afgevraagd of ik haar dit aan kan doen. En telkens malen kom ik tot de conclusie dat dit 100% het geval was, juist omdat Maxima in haar zelfstandigheid is uitgegroeid tot een persoonlijkheid met het juiste en sterke karakter om aan mijn zijde een uitermate belangrijke rol te vervullen. Wat is gebeurd in die periode in Argentinië is vreselijk. Ik verwerp sinds lang de Videla-dictatuur. De verdwijningen, de martelingen, de moorden en alle verschrikkelijke feiten uit die tijd. Dat heeft zeker grote littekens op onze maatschappij achtergelaten. Daardoor heb ik begrip voor de grote zorgen die Nederlanders hebben over een moeilijke periode in mijn land. Vraag aan de kroonprins. Heeft u zelf druk op uw toekomstige schoonvader uitgeoefend om niet bij het huwelijk aanwezig te zijn? Of heeft u dat aan de politiek overgelaten? Er heeft helemaal niemand druk op mijn aanstaande schoonvader gezet om niet aanwezig te zijn. Het is een eigen beslissing geweest. Naar aanleiding van gesprekken met Van der Stoel in New York en Sao Paulo is hij tot die conclusie gekomen. Natuurlijk ontken ik niet dat wij het vaak met hem erover gehad hebben. Maar het is zijn zelfstandige beslissing geweest. En hoe gingen die gesprekken met hem daarover? Was dat pijnlijk? Was dat zwaar, ook voor uw aanstaande vrouw? Het is pijnlijk, meneer. Natuurlijk is het pijnlijk. Maar hij heeft begrip voor de hele gevoeligheden hier in Nederland. En hij wil het allerbeste voor mij. En hij heeft zijn eigen besluit genomen. Het is geen eigen besluit. En duurde dat lang voordat hij zover was? Nee, natuurlijk wilde hij een goede besluit nemen. Maar het was snel genomen uiteindelijk. Oh ja, natuurlijk. U heeft in New York een brief van Videla aangehaald in een interview. Premier Kok zei dat had u beter niet kunnen doen. Hoe kijkt u daar zelf op terug op dat incident? Dat had ik beter niet kunnen doen, dat zegt u juist. Nee, dat was stom. Hij was een beetje dom. Hij was een beetje dom. Daar ga ik ook, dat is in het verleden, dat is goed uitgepraat tussen de heer Kok en mij. En daar wil ik het verder bij laten. En dan holt iedereen uit de cafés in de omgeving van het paleis richting paleis. Alexander en Maxima zullen in het openbaar verschijnen, zo gaat het gerucht al de hele dag. En het gebeurt ook.
Ja, dat was een automatisme. In Nederland zoenen we altijd twee keer. En? Ja, een vrouw net als alle andere vrouwen. Maar ze rookt heel lekker. Premier Kok wel een goede beslissing heeft genomen dat hij op de huwelijksdag niet bij is vanwege onze democratie en zo. Maar ja, ik vind het toch wel voor haar als persoon, als dochter, vind ik het toch wel een beetje vervelend voor haar. Maar ik ben blij dat ze gaan trouwen. Het is ook wel goed van hem dat hij gewoon ook sympathie toont naar ons toe als volk. En dat hij daar rekening mee houdt. Het is toch heel positief. En ja, ik vind het gewoon geweldig. Ja, toch wel. Prettig avond. Oké, dag. Blije reacties in Den Haag. De ontmoeting van Maxima en kroonprins Willem-Alexander met de pers werd vooral zo bijzonder door de verklaring die Maxima aflegde. U zag daar al een klein stukje van. Een verklaring waarin zij zich uitsprak voor de democratie en afstand nam van de militaire regering waarin haar eigen vader als minister diende. We laten die verklaring nog eens in zijn geheel horen. Ik wil niet heen om de gevoeligheden over mijn vader. Dit is heel moeilijk voor mij, maar ik zal open en eerlijk zijn. Wat is gebeurd in die periode in Argentinië is vreselijk. Ik verwerp sinds lang de Videla-dictatuur. De verdwijningen, de martelingen, de moorden en alle verschrikkelijke feiten uit die tijd. Dat heeft zeker grote littekens op onze maatschappij achtergelaten. Daardoor heb ik begrip voor de grote zorgen die Nederlanders hebben over een moeilijke periode in mijn land. Gelukkig hebben we nu al meer dan 15 jaar een democratische regering. Argentinië is geen eenvoudig land, maar een land vol tegenstrijdigheden. Een land dat veel geweld kende, maar ook constructieve en positieve perioden. Ik kom van die achtergrond. En van die achtergrond heb ik geleerd hoe belangrijk het is om waarden zoals democratie, het rechtvaardigheid, mensenrechten en vrijheid te omarmen. In dat opzicht heb ik grote bewondering voor Nederland en de manier waarop het deze waarden uitdraagt. Over mijn vaders deelname aan die toenmalige regering wil ik in alle eerlijkheid zeggen dat ik spijt heb dat hij zijn best gedaan heeft voor de landbouw in een verkeerd regime. Hij had de beste intenties en ik geloof in hem. We weten allemaal hoe fout dat regime was. Als Argentijnse heb ik daar veel spijt van. Ik ben geboren in een hechte familie en mijn vader is en altijd en zal altijd blijven de integer en toegewijde vader die er altijd voor mij was. Ook nu is hij bij mij, dat voel ik. Ik hou veel van hem. Mijn hele familie staat onvoorwaardelijk achter mij, maar zij begrepen ook de gevoelens die rond dit onderwerp leven. Daarom is mijn vader bereid om niet aanwezig te zijn bij ons huwelijk, hoe pijnlijk dit ook is voor mijn hele familie. Mijn familie steunt Alexander en mij om deze grote stap te nemen. Ze doen het omdat ze weten hoeveel Alexander en ik van elkaar houden en hoeveel wij in elkaar geloven. Ik ben daarvoor heel dankbaar. We praten door over de verklaring van Maxima en over wat er vanavond allemaal gebeurd is met bestuurskundige professor Derksen en met professor Bouts, die het onderzoek heeft gedaan naar het verleden van Maxima's vader. Hartelijk welkom allebei en ik wil ook meteen van u allebei eerst een reactie op de verklaring van Maxima. Meneer Derksen. Ik vond het indrukwekkend. Toch iets meer dan we misschien ook verwacht hadden. Het was natuurlijk nodig dat Maxima zou zeggen dat ze democratisch gezind was. Het was nodig dat haar vader afwezig was op de trouwerij. Maar ze is niet zuinig geweest, hè? Maar ze is niet zuinig. En dat vond ik heel indrukwekkend. Ik vond het meer dan verwacht.
En tegelijkertijd ook heel dierbaar. Ook naar haar vader toe toch weer. Ook zo duidelijk maken, het is mijn familie. En waarom? Familiebanden zijn er. Ja, meneer Bout? Dus daarom klonk het authentiek. Sorry. Ja, sorry. Authentiek, zegt u. Ja. Echt. Ja. Geen performance. Nee, het leek me niet voorgeschreven de kok, maar gewoon echt zelf zo bewust beleefd. Ja, meneer Bout? Ja, ik kan me daarbij aansluiten. Dat is een mooie, indrukwekkende verklaring, waarin ze eigenlijk niet is weggelopen van problemen en discussies die er gevoerd zijn de afgelopen tijd. Ja. Dat heeft ze heel overtuigend gedaan. Had u verwacht wat ze allemaal noemt? De verdwijningen, de martelingen, de moorden, alle verschrikkelijke feiten. Ze noemt het allemaal. Ja, ik had eigenlijk geen verwachting ervan gehad, maar ze heeft het allemaal genoemd. En, dat is toch knap. Ook heel charmant, hè, hoe het allemaal gaat. Het is ook, er wordt ook meteen gezegd, een charme-offensief. Bent u al om? Nou, kijk, ik vond vanavond het politiek interessant dat alles uiteindelijk toch op zijn pootjes terecht kwam. Natuurlijk is ook een charme-offensief, maar dat moeten we even doorheen kijken. Ja. Ik vond ze indrukwekkend dat dus Kok, ik denk dat zijn hoogtepunt is uit zijn politieke carrière, dat hij het voor elkaar heeft gekregen dat die twee dingen bereikt zijn. Heeft hij het goed gedaan? Ja, hij heeft het briljant gedaan. Hij heeft het dus ook, dat zag je op zijn persconferentie, dat was echt heel mooi. Wat vond u zo mooi? Hij kon natuurlijk zo weinig. Hè. Hij kon de laatste maanden niks anders dan deze twee dingen bereiken. Namelijk dat de vader niet zou verschijnen op de huwelijk. En dat de dochter zou zeggen dat ze democratisch gezind was. Dat ze dus niet iets had meegenomen van het huis, vanuit het ouderlijk gezin, wat naar fascisme zou ruiken of wat dan ook. Ja. En die beide dingen moesten dus op tafel komen. Kok had dus eigenlijk geen speelruimte. En dat is hem gelukt om dat voor elkaar te krijgen. Ja. U vond ook het optreden van Kok mooi, hè? Ja, ik vond dat prachtig. Ik vond het ook charmant om te zien dat hij ons eerst vanaf zijn eigen broodtafel toesprak. En daarna loopt hij naar de pers toe, alsof wij dat niet meer mogen zien. En daar komt hij met een iets andere toonzetting, wat opener. Andere rol ook? Andere rol, wat open, maar houdt hij weer een verhaal, weer netjes natuurlijk goed voorbereid. En ook daar liet hij toch heel scherp zien dat hij dus gewoon echt de regie in handen heeft gehad. Heeft hij gewonnen? Kun je zeggen dat hij gewonnen heeft? We hebben het hier eerder gehad over ministeriële verantwoordelijkheid, zijn rol in het geheel. Kun je zeggen dat hij uiteindelijk gewonnen heeft? Ik vind het eigenlijk een beetje, het hoort niet meer bij staatsmannen om te zeggen dat ze gewonnen hebben. Ik vond het echt een staatsman. Dat is geen kwestie meer van winnen, maar is gewoon heel goed gedaan. Ja. Zonder brokken, terwijl het zo... Hij gaf het ook toe, hè, dat hij sommige momenten gewankeld had bijna. Ja. Hij zag ook zelf dat hij dus links en rechts kon vallen. En het was een heel smal koord waar hij overheen ging. Ja, en het is ook gebeurd in onderhandelingen, moet je bijna zeggen, met de koningin. Ja. Wat zal koningin Beatrix hebben ingeleverd? Nou ja, kijk, het was natuurlijk duidelijk dat ergens aan de andere kant echt grote tegenstand bestond tegen het wegblijven van de vader van Maxima. Ja. En dat is natuurlijk niet alleen de vader geweest. Dat moeten meer mensen zijn geweest. En Kok liet ook duidelijk merken op de persconferentie dat hij dat punt nooit geaccepteerd zou hebben. Al van meet af aan eigenlijk. Ja. En dat heeft hij dus gewoon keihard doorgezet. Zijn poot in. Hij is ook verantwoordelijk, dat is ook terecht. Maar het is toch goed dat een minister-president die toch ook wel eens een keer... De politiek wil ook wel eens een keer wat naar de koningin toeleunen en de koningin te veel macht geven. Dat heeft hij niet gedaan. Het is duidelijk wie er in dit geval alle regie in de handen had. Meneer Bout, uw conclusie in uw rapport wat vandaag verschenen is... was Zorg Jeta is fout geweest. Nou is dat een Nederlandse term, fout, maar hoe fout was die? Ja, en ik moet ook dan wel iets corrigeren. Dat was niet precies mijn conclusie. Ik heb gezegd van als we wat deze man heeft gedaan in die periode van het militaire regime, als we dat beoordelen met Nederlandse maatstaven, dan zouden we daar dat etiket fout op plakken. Ja, en hoe fout is dat dan? Dat is eigenlijk aan de lezer van het rapport om te beoordelen. Dit heb ik gezegd en ik heb dat fout zo benadrukt, omdat dat in Nederland een term is die bekend is, waar we iets mee kunnen. Ik heb vandaag ook gezegd dat het was een term die heel moeilijk in het Spaans te vertalen was, want dan verliest hij zijn lading. En ik denk dat de lezer van dit rapport uiteindelijk zal moeten beslissen, en het parlement, hoe fout dat was en wat dat betekent. Ja, Zorg Jeta zelf heeft afstand genomen van wat hij heeft gedaan. Hij heeft dan ook een verklaring afgelegd, die staat ook in het rapport. Een verklaring over zijn rol in de militaire regering. En we laten even de belangrijkste passages zien. Binnen het landbouwdepartement was men niet op de hoogte van de aard van de onderdrukking. Vanaf 1984 raakten de excessen die in die periode van onderdrukking plaatsvonden bekend. Ik verwerp ze volstrekt, want ik vind elk geval van ontvoering, moord of marteling onaanvaardbaar. Tot op de dag van vandaag doet het mij intens pijn dat tijdens de ambtstermijn van de regering waarvan ik deel heb uitgemaakt dergelijke mensenrechten schendingen hebben plaatsgevonden. Ik geloof in democratie en mensenrechten, beginselen waaraan ik sterk hecht en waarmee ik mijn kinderen heb opgevoed.
Samengevat, ik heb te goeder trouw gehandeld en mijn leven en dat van mijn gezin gewaagd om een specifieke taak op het gebied van landbouw te vervullen die geen enkel verband had met de onderdrukking die in die tijd plaatsvond. Meneer Bout, hoe kan Zorregeta volhouden dat hij er niet van heeft geweten? Dat verklaart hij. Ja, nou, er zijn twee dingen. Dat hij niks fout heeft gedaan en dat hij er niks van heeft geweten. Hoe dat kan, ik denk dat dat zijn houding is geweest al tijdens het regime. En dat hij dat heeft volgehouden tot op de dag van vandaag. Ik was een technocratische minister of staatssecretaris. Ik hield me bezig met landbouw. En wat er om mij heen gebeurde, ja, dat weet ik niet en dat wist ik niet. Nee, dat is wat hij zegt. U bent vanaf september aan het onderzoeken geweest. Welke bronnen heeft u kunnen gebruiken voor uw onderzoek? Ja, het was natuurlijk moeilijk, want het moest in het geheim gebeuren. Dus ik kon niet zo makkelijk interviews maken. Wat ik heb gedaan, ik ben met een collega van het CETLA zijn wij naar Argentinië geweest. We hebben in eerste instantie, we wisten niets van die man. Er was in alle literatuur die er geschreven is, en ik denk dat het goed is om ons dat te realiseren, was deze man niet aanwezig. Hè? Dus zo belangrijk was zijn rol ook weer niet, maar hij was wel staatssecretaris van Landbouw. We hebben in eerste instantie gezocht naar officiële toespraken. Het was natuurlijk ook de bedoeling van het onderzoek om zijn openbare functioneren te onderzoeken. Dus en waar vond u iets over hem? Nou, in de Argentijnse kranten van die periode is natuurlijk veel te vinden. In de vaktijdschriften van het ministerie, van de agrarische bonden. Ja. Een belangrijke bron is geweest de memoria's van de Sociedad Rural Argentina, waar hij een rol heeft gespeeld. Ja. Dus, als ik u even mag onderbreken, ja. Uw onderzoek is uitvoerig geweest. De kranten waaruit u heeft kunnen putten, stonden natuurlijk wel onder censuur. Ja. Bent u niet bang dat u misschien toch iets over het hoofd heeft gezien, dat er misschien toch nog ergens een lijk uit een kast komt vallen? Nee, ik ben daar niet bang voor, maar het is niet uitgesloten. Ik bedoel, een onderzoek is altijd beperkt. Je kan doen wat je kan doen in een bepaalde tijd. Het is snel gebeurd. Bovendien heeft het militaire regime zoveel moeite gedaan om zoveel mogelijk bronnen te vernietigen of in ieder geval ontoegankelijk te maken. Dus er zijn allerlei mogelijkheden. Alleen ik concludeer dus dat het praktisch uit te sluiten is dat Jorge Zorregeta op een of andere manier direct betrokken is met het schenden van de mensenrechten. Ja, en bovendien, ook al zouden wat gevonden worden, het rapport ligt er, zijn verklaring dat hij niet komt ligt er. En daar was het uiteindelijk allemaal om begonnen. Dank u wel, meneer Bout. Naast Bout heeft ook oud-minister Max van der Stoel leiding gegeven aan het antecedentenonderzoek. Van der Stoel heeft een lange staat van dienst op het gebied van mensenrechten. En hij sprak twee maal met Jorge Zorregeta. NOS-collega Ferry Mingelen spreekt nu met Max van der Stoel. Meneer van der Stoel, je mag eigenlijk wel zeggen dat u Kok heeft gered en het huwelijk heeft gered. Want als het niet gelukt was om de vader thuis te houden, dan was het huwelijk in gevaar gekomen. Klopt dat? Dan zou, denk ik, een heel moeilijke situatie zijn ontstaan. En Kok heeft dat ook duidelijk onderstreept op zijn persconferentie. Overigens, ik denk dat die redding niet alleen in mijn handen heeft gelegen. Dat er dus andere spelers ook het nodig hebben bijgedragen. Maar essentieel in de oplossing van het politieke probleem dat een Kamer tegen de aanwezigheid van de vader was, was natuurlijk dat hij dan ook niet zou komen. Als u hem niet had overtuigd, u zegt dan was er een moeilijke situatie ontstaan, want dan was er geen toestemming gegeven voor dit huwelijk. Dat was toch de inzet van uw activiteit. Ja, het zou inderdaad dan is mijn taak geweest dat het nodige zou dienen te worden ondernomen om vader Zorregeta ervan overtuigen dat het in het belang van zijn dochter was, haar toekomstige entree in de Nederlandse samenleving, dat hij niet zou verschijnen op het huwelijk, omdat zij dan als ware onmiddellijk de hele hypotheek van dat debat over zijn rol ook zou hebben mee te dorsen. Ja. En dat diende te worden voorkomen. Maar mijn punt is, ze zou niet alleen die rol en dat gewicht hebben gevoeld, het huwelijk zou misschien niet zijn doorgegaan of ze hadden geen goedkeuring gekregen. Ja, het is natuurlijk de vraag geweest of de minister-president dan hebben voorgestaan de indiening van een wetsontwerp ter goedkeuring. Ja. En de vraag stellen is hem eigenlijk beantwoord in deze. Ja. Nou komt u daar. Meneer Bout heeft een hard rapport geschreven. En u vliegt naar hem toe, naar New York. Een trotse man
natuurlijk gek op zijn dochter, wil in Nederland erbij zijn. En u komt hem vertellen dat dat niet kan. Hij zal u niet met open armen hebben ontvangen, neem ik aan. Nou, laat ik vooropstellen dat de gesprekken zakelijk en correct zijn geweest. Hoewel het natuurlijk op zichzelf een zeer emotioneel onderwerp was. Ja. En hij heeft ook niet onder stoel of banken gestoken. Heeft het ook nog in zijn verklaring gezegd. Ik zou er dolgraag bij willen zijn. Aan de andere kant heeft hij in het begingesprek in New York wel laten blijken dat hij het vreselijk zou vinden om er niet bij te zijn. Maar tegelijkertijd heeft hij nooit uitgesloten dat hij ervan zou kunnen worden overtuigd dat het in zijn belang van zijn dochter was dat hij niet zou verschijnen. Wat gaf daarin de doorslag, dat harde rapport van meneer Bout? Ik denk dat niet. Misschien dat de lezingen, vooral ook van het hoofdstuk het rapport over wat in Nederland omging ten tijde van de dictatuur van Videla, dat hem aan het denken heeft gezet. Het is overigens, ik heb het ook als mijn taak beschouwd, om heel duidelijk te schetsen hoe diepe indruk die periode van dictatuur in Nederland heeft gemaakt. En hoezeer in het algemeen dus mensenrechten kwesties in Nederland leven. Ja. Ik weet niet of hij daarvan voldoende overtuigd was. Maar inmiddels voor dat wel. Gesprek. Ja. Inmiddels werd hem dat steeds duidelijker. Het is wel zo dat hij aan het eind van het New Yorkse gesprek kennelijk nog behoefte had aan een denkpauze. Ook aan de behoefte om te overleggen met zijn gezin, met familieleden, met relaties en dergelijke, voordat hij definitief een standpunt zou willen innemen. Heeft hij nog alternatieven voorgesteld? Dat hij niet op het bordes, maar wel bij het diner of dat soort... Nee, dat is gewoon moment aan de orde gekomen. En ik heb ook zelf geen enkele poging gedaan tussen formules te beginnen. Voor u stond vast, hij kan er niet bij zijn. Zei de premier, hij heeft die beslissing genomen en de Nederlandse regering heeft daar respect voor en accepteert dat. Was dat niet een beetje goedkoop? Hij is toch gewoon onder druk gezet om weg te blijven? Dat is toch de eerlijke waarheid? Nou, ik geloof niet dat je het zo moet beschrijven. Hem is duidelijk gemaakt wat de consequenties waren van zijn komen. In de eerste plaats en bovenal voor de positie en de plaats in de Nederlandse samenleving als toekomstige vrouw van de kroonprins. En daarbij is dus steeds gezegd, het zou haar betere kansen geven om haar plaats te vinden in de Nederlandse samenleving als u wegblijft. Dat is, dacht ik, een zakelijk argument. Is nooit gezegd, u mag niet komen en we zullen alle mogelijke middelen aangrijpen om u zover te krijgen dat u niet komt. In die toon het gesprek niet gevoerd. Het is voortdurend vanuit de optiek van het belang van Maxima dat het gesprek is gevoerd. Ja. Ten slotte, er is nu een hele discussie van wist hij het wel, wist hij het niet. Ik stel u een andere vraag, deugt hij volgens u? Ja, ik zou hier willen verwijzen naar het rapport Bout. Het is een man die, naar mijn stellige indruk, ook bleek uit de gesprekken, volledig zich vereenzelvigde met de landbouwbelangen zoals hij die zag. En eigenlijk, ik zou willen zeggen, nog links, nog rechts keek. Dat was wat hem bezig hield. Ja. Hij heeft, voor zover na te gaan valt, geen enkele medeplichtigheid aan schendingen van mensenrechten. Hij heeft wel een politieke en morele verantwoordelijkheid gedragen. Juist. Ik dank u wel. NOS Den Haag. Op een enkele uitzondering na is in Den Haag grote lof voor de oplossing die premier Kok heeft gevonden voor de kwestie Zorregieta. Vanavond sprak Paul Witteman op het torentje met premier Kok. Meneer Kok, om te beginnen, mag ik u feliciteren eigenlijk? U ook gefeliciteerd, want we hebben toch een heugelijke dag vandaag. En waarmee feliciteer ik u dan in het bijzonder?
Met het feit dat nu deze verloving op deze manier wordt ontvangen door de Nederlandse samenleving. En dat is natuurlijk met het oog op de toekomst van de monarchie en ook de plaats van de aanstaande bruid van Willem-Alexander in de Nederlandse samenleving en in het Koninklijk Huis van groot belang. Ik denk dat we elkaar daarmee kunnen feliciteren dat dit zo goed gaat. Nou, ik wou vooral feliciteren met een verpletterend charme-offensief, zoals dat wel genoemd wordt. Ja. Laten we even langslopen. Wat vond u eigenlijk zelf het meest ontroerende? Het optreden van de paterfamilias, Prins Klaus? Het optreden van Prins Klaus was voor mij onverwacht. Ik wist wel dat hij aanwezig zou zijn. En het was ook fijn dat lukte, dat hij daar was. En dat hij plotseling ook het woord nam en die woorden sprak zoals hij dat deed. Dat vond ik heel plezierig, ook persoonlijk naar hem toe. Omdat hij natuurlijk nu toch een periode ook weer achter de rug heeft van wat moeilijke gezondheid. En ook niet altijd aanwezig bij bepaalde dingen. Dat hij er kon zijn en zich op deze manier ook kon uiten. En dan ook het beeld aan het eind met z'n vieren. Vond ik heel warm. Ja, dat was een ontroerend moment, hè? Ontroerend en dus verrassend op dat punt van dat Prins Klaus ook het woord voerde en de manier waarop hij dat deed. Ja. Voor de rest zijn er eigenlijk vandaag geen verrassingen voor mij geweest. Oh, is dat zo? Dus ja. U wist wat Maxima ging zeggen? Ja, dat wil zeggen, wat ze heeft gezegd was echt authentiek. Kwam dus ook bij haar vandaan. Heeft het niet geschreven? Nee, niet geschreven, maar het bevatte geen verrassingen. Want alles wat zij heeft gezegd vanavond is ook onderwerp van gesprek geweest in de achterliggende maanden, regelmatig. En ik was dus ook goed op de hoogte van haar opvattingen over democratie en mensenrechten. Ook over het regime Videla. Vandaar dat ik in mijn persconferentie, voordat zij met de prins de verklaringen voordroeg. Mm-hmm. Ook al kon zeggen dat zij een oprecht en overtuigd democraat is. Daar bent u ook van overtuigd? Ja, absoluut. Want ik wil straks nog even terug op haar vader. Maar wat vindt u? U heeft haar een paar keer gesproken? Vele malen. Vele malen? Hoeveel? Ja. Nou, dat zou wel ergens tussen de 5 en de 10. Ik denk dichter bij de 10 dan bij de 5. En lange gesprekken. Ja. Het enige wat we tot nu toe van u hadden gehoord was dat u haar een aantrekkelijke vrouw vond. Nou ja, omdat dat toen zo op de man af werd gevraagd. Ja. Kijk, als ik gewoon een vrije, dus een open vraag had gekregen, dan had ik natuurlijk wel meer elementen belicht. Maar iemand vroeg mij, is ze aantrekkelijk? Toen vond ik het een beetje flauw om daar een ontkennend antwoord op. Want iedereen heeft dat natuurlijk ook vanavond kunnen zien. Niet alleen aantrekkelijk, charmant en zeer geïnteresseerd. Ja, hoe zou u haar eigenlijk, haar persoonlijkheid kwalificeren? Nou, ze is in de eerste plaats intelligent, ze is open, stelt zich ook open voor ook alle moeilijke onderwerpen, want met name dan het verleden van Argentinië en de rol van de vader en alles wat daarmee verbonden is, is ook in die dochter-vader relatie natuurlijk gevoelig, om allerlei redenen. En ik heb nooit een moment gehad waar ze dus ook maar de indruk wekte, niet in de gevoelige aspecten die ook de discussie in Nederland beheersen hierover, geïnteresseerd te zijn. Ze is dus heel, ik zou bijna zeggen, gretig om daarin te kunnen delen. Nou, u ziet zelf in welk tempo ze dus ook de Nederlandse taal nu reeds beheerst. Ze is modern, ze is open, spontaan. Dus al die dingen die ze zei, die komen uit haarzelf. Dat zei niet, want het gevaar bestond natuurlijk, daar vreest iedereen voor, dat haar zou zijn opgelegd. Nee, want dat zou... De koningin sprak ook van, het is iemand die trouw is aan haar dierbaren. Ja. Ook met name aan haar vader. Maar dat heeft ze ook wel duidelijk gezegd ook vanavond. Ze heeft ook duidelijk gezegd dat ze innig van haar vader houdt en blijft houden. Dus dat oordeel wat ze heeft over het regime en over wat daar dus ook aan onaanvaardbaarheden hebben plaatsgevonden, staat niet in de weg aan een grote loyaliteit en een warme liefde voor haar vader. Ja. U heeft haar wel niet ontmoet? Haar vader? Nee, nooit. Nee, dat was ook niet nodig, omdat ik daarvoor dus tegen nieuwjaar de gedachte kreeg om de heer Van der Stoel te benaderen. Ik heb hem uiteindelijk pas in begin januari dat ook kunnen vragen. En die is als minister van Staat en als de man heeft een reputatie die verder geen toelichting behoeft. Mensenrechten, onkreukbaar. Ik vond hem bij uitstek de man om namens de regering en ook namens mij dus de gesprekken te voeren met de vader. Ja, wat hadden die gesprekken voor doel? Eén, moest er een methode worden gevonden om de uitkomsten van het rapport van de heer Bouts
ook onder de aandacht van de heer Zet te brengen. Dat hoefde misschien niet per se, maar ik vond het wel goed. Ja, dat is dat goed. Rapport over militair geweld en burgerlijke verantwoordelijkheid tijdens het regime. Dat rapport is natuurlijk gemaakt. Dat gaat ook over de heer Zorrilleta. En ik vond dat het voor de hand lag dat er een methode werd gevonden om dat ook onder zijn aandacht te brengen. Dat gaf dan ook een goede gelegenheid om hem te sensibiliseren. Dus hem bewust te maken van het type discussie wat in Nederland plaatsvindt en vond over het Argentinië van toen. Dat is voor een al wat oudere heer in dat verre Argentinië, trots, met dat verleden, ook niet vanzelfsprekend dat hij dat automatisch begrijpt. Dus de heer Van der Stoel heeft dat ook toegelicht en dat uitgelegd. Dat kost enige moeite. Uiteraard, maar natuurlijk is de taak ook wat verlicht op dat punt door de contacten die Maxima zelf met haar vader had. Die heeft natuurlijk nimmer namens mij over de gevoelige onderwerpen met haar vader hoeven praten, maar dat de vader ook bewust maken van de gevoelige discussie hier is natuurlijk van belang. En de heer Van der Stoel heeft ook het lastige onderwerp met betrekking tot wel of niet aanwezigheid. Ja, dus van twee kanten, zeg maar, van namens de regering via de heer Van der Stoel. Ja. En namens de familie, zeg maar, door Maxima is hem duidelijk geworden hoe gevoelig dat hier allemaal ligt. U zei... Ja, maar het eerste, als ik u mag onderbreken, de eerste lijn, dus via vanuit de regering, via de heer Van der Stoel, dat is de hoofdroute. De andere ligt veel meer, ik zou bijna zeggen, in de menselijk-persoonlijke sfeer. Dat als de dochter op enig moment dus een vriendschap krijgt met de prins, en dat wordt alsmaar hechter en inniger, en dat gaat naar een bepaalde toekomst, dan zal die dochter zelf bij bepaalde gelegenheden natuurlijk ook in de contacten met haar vader aangeven dat en waarom er in verband met haar toekomst ook over het Argentijnse verleden van de vader wordt gesproken. En dat is voor een vader niet vanzelfsprekend. Ik bedoel, dat vraagt natuurlijk wel uitleg. Ja. U zei dat u zelf eind vorig jaar al voor uzelf had besloten dat de heer Zorrilleta niet bij het huwelijk aanwezig kon zijn. Nou, had besloten, dat klinkt wat unilateraal, alsof je dat in je eentje kunt besluiten en uitmaken. Ik was wel inderdaad in de loop van het vorig najaar tot het inzicht gekomen dat het zeer wenselijk zou zijn om het daarheen te leiden, dat de vader ook zeg maar, zelf tot die gedachte werd gebracht. Dat kan hem niet worden opgelegd. Mag ik dat even in nog makkelijker Nederlands vertalen dan u het al? Nou, maar dit was wel heel makkelijk. Nou ja, want u zegt tot die gedachte werd gebracht. Het is maar één persoon namelijk die dat besluit kan nemen. Dat is toch de vader zelf. Ja, maar als u zegt tot die gedachte werd gebracht, betekent dat dat u het vond en dat hij nog tot die gedachte moest worden gebracht? Ik bedoel, in de gesprekken met Van der Stoel, die hebben ook met name daarop betrekking gehad. Naast die andere aspecten die ik noemde. Dat de heer Van der Stoel natuurlijk ook heel goed op een objectieve manier kon overbrengen hoe ingrijpend een maandenlang voortgaande politieke en maatschappelijke discussie over de wel of niet aanwezigheid bij dat huwelijk, hoe ingrijpend dat zou zijn, ook op zeg maar, de belastende werking die dat op het komende huwelijk zou hebben. Stelt u zich eens voor, we hebben nu vandaag de verloving gehad. Dat vandaag open was gebleven. De vraag of er over 9 of 10 maanden, wanneer dat huwelijk kan plaatsvinden, begin volgend jaar een aanwezigheid van de heer Zorrilleta zou zijn. Dan weet ik één ding. Niks te charme-offensief. Dan was de hele discussie, maatschappelijk en politiek, vanaf nu tot diep in dit jaar gegaan over mag die wel, mag die niet komen. Stemmingen in de Kamer. Een gespleten samenleving. En wie zou daar de dupe van zijn geweest? Maxima en het welkom voor Maxima en het draagvlak voor de toekomst van Maxima en de prins. En ik was tot het inzicht gekomen in de loop van vorig najaar, zo geleidelijk aan, dat het alles in het werk zou moeten worden gesteld om dat zien te voorkomen. En dat kon alleen maar worden voorkomen door in goede gesprekken met de vader, die ik zelf niet wilde voeren, maar die de heer Van der Stoel dan voor mij gevoerd heeft, hem daarvan te doordringen. En vervolgens heeft hij dus op eigen merites en op zijn eigen verantwoordelijkheid die beslissing genomen. Dat valt zeer te respecteren. Er staat een brief van Zorrilleta achter als bijlage in het onderzoeksverslag, waarin hij zegt: ik wist er echt niks van toen dat fidele regime was. Ik wist het pas in 1984. Dat wordt door de onderzoeker zelf tegensproken. Hij zegt: hij moet het hebben geweten. Ja. Stelt het u niet teleur dat daar toch nog niet een soort meer openhartigheid van Zorrilleta's kant? Daar kan ik dus niet in treden. Kijk, ik heb daar natuurlijk wel een oordeel over. Ik vind het hoogst onwaarschijnlijk, net als dat onderzoeker dat zegt. Dat hij pas na 1984 zegt van... Vindt u dat dan niet teleurstellend, dat hij daar dan niet... Nou ja, dat is... We kunnen de hand van meneer Zorrilleta niet vasthouden en zeggen: wilt u daar even tekenen en wilt u dat even onderschrijven? Hij heeft dus op zijn manier een verklaring gegeven over zijn aandeel in het verleden. Er zitten ook elementen in die passages die wel dus aangeven dat hij
ook dus ja, toch ook pijn voelt bij de omvang van de ernstige gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Op een aantal punten vind ik de reactie niet erg overtuigend. Maar dat is niet beslissend geweest voor mijn oordeel over de vraag hoe belastend zijn aanwezigheid of de discussie over zijn aanwezigheid op de toekomst van het Koningshuis zou zijn. Die dingen staan een beetje, liggen die een beetje naast elkaar. Nu is het feest, hè, verder. Zetten we nu een punt erachter, achter die discussie? En, Nou ja, we zullen nu een discussie in het parlement krijgen uiteraard over de inzichten van de regering die zeggen, nou, hier, we hebben ons nu verantwoord, hier ligt het materiaal. Maar daarna is het ook gebeurd, of niet? Nou, in zekere zin zijn sommige dingen natuurlijk nooit gebeurd, want ook als het om ons eigen verleden gaat, om Nederland gaat, er komt ook nooit een punt achter een verleden, waar natuurlijk over blijft gesproken, maar de belastende werking van wel of niet aanwezig zijn bij het huwelijk is, dacht ik, vandaag geëlimineerd. Maxima heeft zeer overtuigend haar eigen statement gegeven en dat was zeer authentiek. Welgemeend, kan ik voor 100% bevestigen, hoe zij tegen het verleden, tegen de democratie aankijkt, zonder in twijfel te stellen de liefde van de dochter voor de vader. Dat was dus heel geloofwaardig. Ik neem aan dat Nederland hieruit zijn conclusies trekt en dat er nu ruimte komt na een parlementaire gedachtenwisseling op korte termijn om de toestemmingswet te gaan voorbereiden. Ja. En dan kan natuurlijk ook, als we daar de zegen van het parlement krijgen, en dan staat niets meer een goed vervolg in de weg. Ja. Dat zijn ze gek op elkaar, hè, die twee? Ja, maar dat is toch ook prachtig. Ja. Schitterend. Mooie dag. Ja, dat is eigenlijk, ik ben nu een beetje aan slapen toe. Want het zijn wel barre tijden geweest de afgelopen weken en dagen ook. Maar het is wel een dag om met een goed gevoel op terug te kijken. Dank je wel. Precies. Het huwelijk van prins Willem-Alexander met Maxima moet nog de goedkeuring krijgen van de Tweede Kamer. Maar dat lijkt waarschijnlijk geen problemen meer op te leveren. Ferry Mingelen in Den Haag. Ja, ik zit hier met een volle bak met drie fractievoorzitters. Paul Rozen met de GroenLinks, CDA De Hoop Scheffer en de graaf van D66. Ja, na het eind, of aan het eind van deze lange dag mag je toch politiek zeggen. En begin maar even met u, meneer Rozemuller. De kou, politiek gezien, is gewoon uit de lucht, hè? Nou, kijk, de minister-president heeft gezegd, er is een overtuigend verhaal van Maxima over haar democratische gezindheid. Maar ook als het gaat om het afstand nemen van het regime, ja. Videla en de rol van haar vader daarin. Ja. Vader komt niet naar de verloving en het huwelijk. Dat waren precies de punten die wij in het publieke debat centraal hadden gesteld. Ja. Nou, ik denk wel, als het gaat over die rol van die vader, dat moet ook precedenten hebben voor overige publieke optredens in de toekomst. Dat is nog een punt waar we straks een debat vragen over hebben. U vindt dat dat beperkt moet worden? Nee, ik vind inderdaad dat hier een lijn ingezet is die ook een precedent is voor de toekomst. En dat betekent dus geen publieke rol van de vader, ook in de toekomst, bij bijeenkomsten die vallen onder de ministeriële verantwoordelijkheid. Dat is een vraag die wij nog in het debat hebben. Maar ik denk, mooie vraag even om naar het CDA te gaan. Voor mij is de angel er wel een beetje uit. Voor u is de angel eruit. Ja, ik dacht het al, dat dus vandaar. Weten. Ja, precies. Meneer De Hoop Scheffer, voor u is de angel er ook uit, neem ik aan. Ik vind dat de afweging zoals die gemaakt is, correct is gemaakt. Ja. Ik vind het interessant tot Rozemuller niet. Ik ben het daar dus met Wim Kok eens. Dat je niet, omdat de vader niet aanwezig is bij de huwelijksplechtigheden, dat je kunt zeggen hij komt er niet in. Daar vind ik geen argumenten voor. En ik vind dus best dat de vader bij latere gelegenheden, laten we zeggen, aanwezig kan zijn. Ook als dat, want Rozemuller heeft het niet over alle gelegenheden, maar als dat toch meer plechtige gelegenheden zijn waar de Koninklijk Huis acte de présence geeft, vindt u dat dan toch de vader erbij zou mogen zijn, nou, wat daar u betreft? Is, daar geldt ministeriële verantwoordelijkheid, zoals voor al dit soort zaken. Maar wel helder de grens trekken dat hij geen persona non grata is. Nee. Zo zie ik ook de afweging, deel. Ja. Groot offer van Maxima, groot offer van de vader. Maar de afweging delen we, de eindafweging. Ja, maar u zegt dan is het ministeriële verantwoordelijkheid. Vindt u, dat wil ik even duidelijk weten, dat dus de aanwezigheid van de vader voor toekomstige plechtige gelegenheden beperkt moet zijn? In principe niet, nee. U vindt dat niet? Het valt altijd onder ministeriële verantwoordelijkheid. Ja. Maar ik leid uit de stelling van premier Kok dat hij geen persona non grata is, af. Ja. Dat niet onmogelijk is dat hij naar Nederland komt. Ja. Meneer De Graaf, vindt u dat zijn aanwezigheid beperkt moet worden in de toekomst? Of kan hij nou vrij bij alles zijn waar men van vindt dat hij bij uitgenodigd kan worden? Lijkt me niet verstandig als de heer, zo ik weet, nou elke dag in Nederland verschijnt. Maar dat daar gelaten, als het puur om privé aangelegenheden gaat. Er zal op een gegeven moment een kind geboren worden misschien. Nou, ik kan me best voorstellen dat hij dat kind gaat bezoeken en dat wij er allemaal geen last van hebben. Dat is ook geen publieke aangelegenheid. Maar wanneer het gaat over publieke aangelegenheden, bijvoorbeeld de troonsopvolging. Ja. Daar zal ook Maxima een belangrijke rol spelen. Misschien dat die vader daar graag bij wil.
Ja, je kunt dus niet zeggen, u mag niet bij het huwelijk zijn van uw dochter vanwege de gevoeligheden in Nederland, waar ik het zeer mee eens ben. En dan zeggen, over een paar jaar, wees van harte welkom bij de plechtigheden rond de troonsopvolging. Bent u het nou eens met de graaf of niet? Nee, ik vind dat je dat bij iedere gelegenheid zult moeten afweren. Ja, nou, maar deze gelegenheid, dus de troonsopvolging. Ministeriële verantwoordelijkheid. Maar ja, nee, maar nu een concrete vraag. De troonsopvolging, mag die daarbij zijn, ja of nee? Nou, als er een gelegenheid is en een minister zegt, ik neem dat voor mijn verantwoordelijkheid, laat ik het dan zo formuleren, zal die minister het CDA niet op zijn weg vinden op dit punt. Nee, okay. Maar dan moet u niet tegen mij zeggen dat ik... Wij, GroenLinks, de grenzen wil sluiten. Want ik maak een heel duidelijk onderscheid tussen publieke aanwezigheid. Datgene wat valt onder die ministeriële verantwoordelijkheid. En ik denk wel dat als je zegt niet bij huwelijk en ook niet bij verloving, wat het CDA steunt, dan moet je toch een flinke bocht maken om te zeggen en wel bij de kroning. Nou, daar heb ik geen bocht voor nodig. Daar heb ik alleen voor nodig de afweging die in ieder geval, in ieder specifiek geval, weer opnieuw zal worden gemaakt en valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid. En dat kan ook tot afwegingen leiden zoals die bij het huwelijk zijn gemaakt. Dat kan ook tot andere afwegingen leiden. Maar u zei er net al, dan vindt zo'n minister het CDA niet tegenover niet zich. Niet in principale op zijn weg, ja, dat is juist. Okay. Dat is juist. Ik vroeg me af of als nu was besloten dat Surrogate er wel zou mogen komen, of dan het CDA had gezegd, deze regering vindt het CDA niet op zijn weg. De afweging is niet relevant. Ik vind dus, ik vind de afweging die gemaakt is tussen enerzijds de persoonlijke, de menselijke elementen en anderzijds de politieke gevoeligheden, vind ik een volstrekt terechte. Ja, die steunen wij dus. Dat wil dus zeggen, zoals we iedere keer die afweging moeten maken, zoals een regering iedere keer die afweging zal maken, zal ook het CDA dat doen. Dat versta ik onder niet persona non grata. Ik wil even aan de hand heen, want dan zijn we alweer een aantal jaren verder. Voor dit moment, zeg ik maar, de kou is uit de lucht, de angel is eruit, daar bent u het mee eens. Ik wil toch even aan het eind van deze dag even naar de verloofde kijken. Het maakt een hele goede indruk, hè, dat iedereen vindt dat ze heeft Nederland gewonnen voor zich. Als je dat zo ziet, dan denk je wel van nou, dat is wel een dame met pit. En dus een koningin die wel wat zou kunnen willen. Meneer de Graaf, is er, als u haar zo ziet, extra reden om te zeggen die discussie over beperking van de statuur van de monarchie en de rol van de monarchie in de regering, die moeten we vooral ook voortzetten met zo'n toekomstige koningin? Ja, die moeten we vooral voortzetten, maar niet afhankelijk van deze koningin. Dat heeft vind niks ik ook, te maken. Ook als het een heel andere geliefde was van Willem-Alexander, had ik het zelf nog steeds gevonden. Ik denk overigens dat Willem-Alexander, die sterk internationaal georiënteerd is, en ik denk dat voor zijn toekomstige genoten eigenlijk hetzelfde geldt, als je zo haar levensloop bekijkt, dat die misschien wat minder geïnteresseerd zijn in elke dag bovenop die stapel papieren van Den Haag te zitten. En dat die misschien veel meer die rol kunnen vervullen van symbool van de eenheid van de samenleving. En dan zou het goed zijn als we daar ook dat stapje verder zetten tot de modernisering van de monarchie. Ja. Misschien dat zelfs beter gaat met Willem-Alexander en zijn nieuwe vrouw. U zit nee te schudden, meneer. Nee, u kent het standpunt van het CDA daarover. Die discussie is nou wel mooi. Wij vinden dat de koning in deel moet blijven uitmaken van de regering. Waar ik het wel met Tom de Graaf eens ben, is dat dat een discussie is die losstaat van deze toekomstige koningin. Ja. Die heeft daar niks mee te maken. Wij verschillen daar de principale over van mening. Maar dat deden we al. Nee, maar een koningin met veel pit. Je zou kunnen zeggen dat is koningin Beatrix ook. Maar goed, die heeft de functie van staatshoofd. Maar als je nou alleen maar de echtgenote bent en je hebt toch veel te willen, dan kan het toch een probleem opleveren? Nee, dat geloof ik niet. Nee? Ik heb ook enorm respect altijd gehad en nog voor Prins Klaus, wat ook een man is waarvan je toch moeilijk kunt beweren dat hij geen eigen ideeën heeft op een groot aantal beleidsterreinen. En dat is voor de monarchie en voor het functioneren van de constitutionele monarchie nooit een probleem. Dus ik denk in tegendeel. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat wel een ander karakter persoonlijk hoor, maar goed. Dan trekt u snelle conclusies. Okay, maar nogmaals, even naar de formele positie terug. Ja. Dat vind ik niet afhangen van de persoon Máxima Zorrilleta, zoals we haar nu hebben leren kennen. Integer inderdaad, met een eigen opvatting, prima. Maar dat is rechtelijk niet relevant. Nou ja, kijk, er zijn wel een paar opmerkingen te maken die daar enigszins op af... Nee, nou ja, goed, laat ik er een enkele noemen. Ja? De eerste is dat de les voor mij ook een beetje is van, je moet inderdaad zo'n debat voeren op het moment dat je een helder opvatting hebt. We hebben dat politieke publieke debat gezocht. En terwijl Wim Kok toch een lange tijd radiostilte heeft bepleit. Ja. Maar juist vanwege die opvatting ook in de PvdA D66 en zeker ook bij ons, is er toch wat druk komen te staan op dat besluit. Dat is één, dat is denk ik belangrijk. En twee is,
En je moet dat debat rond vraagstukken die het Koninklijk Huis betreffen en de politiek niet schuwen. En dan moet je dus ook die discussie over die erfelijke troonopvolging durven voeren. Wij hebben daar in ieder geval geen koudwatervrees voor. Goed. Ten slotte een vraag aan u. We hebben daar nog een half minuut voor. De angel is er wat u betreft uit. U heeft morgen een congres. Ja. Bent u er zeker van dat ook voor uw congres en uw achterban de angel eruit is? Of gaat u een verdeeld congres tegemoet? Nou, dat weet ik niet. Bedoel, nou, wat denkt u? Nou ja, kijk, ik denk dat wij een hele heldere lijn hebben die ik uiteengezet heb. Ja. Dat die gesteund is. Dat GroenLinks bestaat uit zo langzamerhand heel veel mensen. Met ook voor een deel verschillende opvattingen. Ja. Dus ik zeg niet dat die Staten-Generaal leden, in totaal geloof ik nu 19 bij elkaar, dat die allemaal hetzelfde zullen stemmen. Maar ik denk dat er een behoorlijke steun is voor de punten die wij de afgelopen maanden centraal gesteld hebben. Steun van het congres. Ja, u gaat ze niet opnieuw herhalen. Nee, dat zal ik niet zeggen. Gehoord. En ik verwacht inderdaad dat het congres de lijn van de fracties zal steunen. Goed, en dat zullen we morgen weten. En dat geldt voor alle drie. Ik dank u drieën zeer. Dank u wel. Heel veel mensen in Nederland zullen vanavond aan de buis gekluisterd hebben gezeten. Wij volgden drie mensen die met nog meer dan gemiddelde belangstelling de aankondiging van het huwelijk bekeken. Superspannend was het vandaag voor drie zwaar betrokken Maxima-watchers. Wilma Nanninga, wacht even Edwin. Hi. De eerste, Wilma Nanninga, hoofdredacteur van Privé. Dit is Gisteren Nacht. Het meest romantische moment van hun verbintenis was eigenlijk het moment dat Maxima ontdekte dat ze met een kroonprins te doen had. Zij had Willem-Alexander ontmoet op een bal in Sevilla. Ze hadden samen gedanst. Het is eigenlijk net echt een sprookje. En ze waren voor elkaar gevallen. En op een x-moment, na een paar weken pas, zei Willem-Alexander, ja, ik ben de kroonprins. Leiden. Thuis bij de voorzitter van de Oranje Vereniging. Lezen, bellen, gebeld worden. Door het Leids Dagblad bijvoorbeeld. Het gerucht dat de bruiloft in Leiden zou plaatsvinden, nee, dat is helemaal nieuw voor mij. Ja. Ik heb gisteren wel over de grap gezegd, ik bied Leiden aan. We hebben twee hele mooie kerken. Ik weet niet of daar het gerucht in de wereld is gekomen. Maar dat was zuiver Alain Provis en min of meer bedoelde schap, hoor. Maar. Amersfoort, een Argentijnse met haar dochter. Vluchtelingen. Deze twee mensen zijn niet mijn buurjongen, zijn mijn buurmeisje. Het zijn heel bijzondere mensen die vertegenwoordigen dus Nederland voor de wereld. En in dat opzicht zijn ze publieke figuren die zich dingen niet kunnen permitteren, die misschien Jan met de Pet zich kan permitteren. Maar ze hebben andere privileges die Jan met de Pet niet heeft. U gaat er een feestelijk blad van maken. Betekent dat dat er heel weinig ruimte zal worden ingeruimd voor de schoonouders van de kroonprins? De schoonouders van de kroonprins hebben in die feesteditie, dat bewaarnummer wat we maken, best een grote plaats. Maar zeg maar de politieke discussie over wat er nou allemaal precies mis is met Jorge Sorogieta is van de 100 pagina's 4 pagina's. Vanmorgen vroeg al draaiden de privépersen op volle toeren. De actuele pagina's volgen. Vorig jaar was voorzitter Langezaal te zien naast prins Willem-Alexander. Koninginnedag was in Leiden. Volkskant die meldt, sorry Keter zal er niet bij zijn. Van mij had hij erbij mogen zijn. Maar ik denk toch dat we een rustiger feest zullen hebben. Omdat toch veel mensen met dat probleem zitten. Dat we een rustiger feest zullen hebben als de vader niet bij zal zijn. Ja, nou, daar ben ik heel eerlijk in. Ja, dat wachten we af. Hè. Ja. Dat zal straks blijken. Het eerste stuk van de glossie is al gedrukt. Hier is die dan. 7:00 vanochtend. Wilma Nanninga heeft 3 uur geslapen en de hele redactie opgetrommeld. Wij zijn misschien wel een beetje de goede vee van het huwelijk. We hebben ook wel eens gezegd, we hebben het idee dat wij steeds tips hebben gehad om Maxima en Alexander overal en nergens te fotograferen en te filmen. Doordat koning Beatrix misschien een klein beetje met ons heeft gespeeld. Het is voor mijn man en mij een grote vreugde u de verloving aan te kondigen van onze zoon Willem-Alexander met Maxima Sorogieta. We zijn als ouders bijzonder gelukkig met hun besluit hun leven verder met elkaar te delen. Wij hebben Maxima leren kennen als een intelligente, moderne vrouw. Moedig en trouw aan allen die haar dierbaar zijn. Mijn man en ik hebben er het volste vertrouwen in dat Alexander en Maxima elkaar zullen aanvullen en steunen in de taak die voor hen ligt.
Nou, even het geluid wat zachter. Wat vond u ervan? Ik vond het geweldig. Heel verzoend. Het is natuurlijk een... Doet u het geluid even, mevrouw? Ik vind het natuurlijk een zeer, zeer belangrijk moment voor de familie van Oranje. Dus fantastisch. Het is eigenlijk een ontroerend moment. Hè. Ik denk dat menig Nederlander een traantje wegpinkt. U ook. Eindelijk nu het gezeur weg. En, U ook? Ja, het ontroerde mij ook, ja. Ja, het was intiem, hè? Daar kom ik eerlijk voor uit. Ja. Het was een intiem... Ik vond het heel intens. Ja. En ik vind het geweldig goed gedaan. Sterkte. Dank je wel. Papa. Officiële mededeling van de koningin van Prins Klaus, dat hun oudste zoon, kroonprins Willem-Alexander. Niet alleen de emoties zijn mooi. Ook alle politieke angels verdwijnen. Tot het inzicht gekomen dat het beter is om bij de huwelijksplechtigheden niet aanwezig te zijn. In zijn schriftelijke verklaring. Vindt u daarvan? Heeft hij dit vastgelegd. Ja, ik vind het heel plezierig. De regering respecteert dit besluit. Daar gaat dus een groot probleem weg. Ik denk dat Nederland vrede heeft, klaar. Het is zeer ingrijpend voor Maxima, deze beslissing. Het is ook ingrijpend voor de vader, naar de dochter toe. Maar wat in die jaren onder Videla is gebeurd, was ook vele, vele malen ingrijpender naar de slachtoffers toe, die het niet meer kunnen navertellen. Hebt u ook het gevoel dat de politiek het min of meer van de rest gewonnen heeft in deze hele kwestie, hoe dit is opgelost? Ja, nou, ik denk dat de politiek heeft het best een beetje gewonnen. Want ja, je ziet dus geen papa Zorrieta, geen mama Zorrieta zelfs. En dan denk ik van nou, heeft Maxima dat nou verdiend? Dat haar ouders niet bij haar huwelijk of bij haar verlovingsafkondiging mogen zijn. Het is toch een feestje wat je viert met elkaar. Het is heel moeilijk voor mij, maar ik zal open en eerlijk zijn. Wat is gebeurd in die periode in Argentinië is vreselijk. Ik verwerp sinds lang de Videla-dictatuur. De verdwijningen, de martelingen, de moorden en alle verschrikkelijke feiten uit die tijd. Dat heeft zeker grote littekens op onze maatschappij achtergelaten. Daardoor heb ik begrip voor de grote zorgen die Nederlanders hebben over een moeilijke periode in mijn land. Ik vind dat zij een beetje te laat mee komt. Ik vind dat nu dit een beetje geforceerd overkomt. Waarom nu pas? Waarom niet eerder? Over mijn vaders deelname aan die toenmalige regering wil ik in alle eerlijkheid zeggen dat ik spijt heb dat hij zijn best gedaan heeft voor de landbouw in een verkeerd regime. Hij had de beste intenties en ik geloof in hem. We weten allemaal hoe fout dat regime was. Als Argentijnse heb ik daar veel spijt van. Ik ben geboren in een hechte familie en mijn vader is en altijd en zal altijd blijven de integer en toegewijde vader die er altijd voor mij was. Ook nu is hij bij mij, dat voel ik. Ik hou veel van hem. Ik denk dat we hierop hebben zitten wachten. Het zal een heleboel monden snoeren. He? Ze heeft zich duidelijk uitgesproken, duidelijker kan haast niet, tegen het Videla-regime. Ze heeft zelfs spijt betuigd dat haar vader deel heeft uitgemaakt van de regering in die tijd. Dat is een verkeerde beslissing van hem. Ik ben ontzettend gelukkig om met Alexander onze levens te delen. We zijn er samen voor om alles te overwinnen. Het is natuurlijk prachtig dat het een paar is wat heel duidelijk van elkaar houdt. Wat kun je meer wensen? Ik bedoel, dat je een koning en een koningin krijgt, wat echt een huwelijk is wat op liefde stoelt. U vlagt niet meer alleen? Nee, ik zie het. Er zijn meerdere vlaggen in de straat en tot mijn verbazing zie ik ook, eigenlijk wel heel leuk, een Argentijnse vlag hangen. Beelden van een unieke avond. Een avond waarin premier Kok een politieke tijdbom demonteerde.
Een avond ook vooral waarin Maxima en kroonprins Willem-Alexander zich samen presenteerden aan het Nederlandse volk. Ik ben zo blij om met Alexander eindelijk in het openbaar te kunnen verschijnen. Ja, ook ik ben gelukkig dat ik eindelijk niet meer mijn liefde voor Maxima onder stoelen en banken hoef te steken. Dank je wel. Papa. Hierbij stel ik u allen vol trots mijn lieve verloofde Maxima voor. Natuurlijk ben ik heel zenuwachtig, dus ik vraag voor begrip om een heel mogelijk fouten, heel mogelijk fouten. Hebt u enig idee waar u aan begint, mevrouw Sorgheta? Nu werk ik nog steeds in... Sorry, waar je aan begint. What you're starting with, what are you doing to yourself? En hoe wapent u zich tegen de wetenschap? Hoe gaat u dat in de toekomst vormgeven? Is er symbolische waarde misschien? Maar u gaat niet bij een baas werken? Nee. Ja, deze baas. Nee. Nu zal ik in mijn echte inburgering beginnen. Maar ik wil niet heen om de gevoeligheden over mijn vader. Dit is heel moeilijk voor mij, maar ik zal open en eerlijk zijn. Wat is gebeurd in die periode in Argentinië is vreselijk. Ik verwerp sinds lang de Videla-dictatuur. De verdwijningen, de martelingen, de moorden en alle verschrikkelijke feiten uit die tijd. Ja, nee, ze wilde niet. Nee, ze wilde geen jas aan, nee, helaas. Over mijn vaders deelname aan die toenmalige regering wil ik in alle eerlijkheid zeggen dat ik spijt heb dat hij zijn best gedaan heeft voor de landbouw in een verkeerd regime. Ja, het was een automatisme.